Goedemorgen. Ja, ik sta best een beetje met een gespannen gevoel. Ja, het is toch een grote dag. Je bent al druk bezig geweest met de organisatie. Je weet nooit hoe het gaat lopen. Dat maakt het toch wel een beetje spannend. Daarbij geef ik de maat aan, hoe hard we marcheren, hoe snel we marcheren. En ik ben ook nog voorzitter bij het bergsbatterijbestuur. Als hij daar zegt, batterij opgelet. Ja, zo. Hij zegt dadelijk voorwaarts mars. En dan pak ik weer slag. Dan doe ik dit. En dan links. 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 Ja. Jullie kwamen voor Oele, hè? Ja, wij komen eigenlijk achter Keltisch. Dus dan moeten jullie eigenlijk nog een stuk naar achter. Romeinen, kunnen jullie een klein stukje naar voren gaan? Kunnen jullie ook nog een stuk naar voren? Nee, die gaan weer altijd samen. Ja, ja, ja. Ze kunnen... Ja. Ik ben een marketenster, dus ik verzorg de manschap, ik kook, ik breng water rond, meedoen aan de slag. Dus ik heb mijn dolk al op zak, kunnen ze me niks maken. Als ik op het slagveld sta, dan lijkt het net alsof ik het echt meemaak. Het is echt gewoon niet te omschrijven. Batterij opgelet! Voorwaarts, mars! Ik ben vandaag commandant van de Bergse Batterij. En dat wil zeggen dat ik de boel aanstuur, mensen commando's geef. En dit is mijn eerste grote evenement om echt bij te zijn. Dus ik ben licht zenuwachtig vandaag. De Bergse Batterij van nu is een groep met enthousiastelingen die eigenlijk de geschiedenis weer tot leven willen brengen. We vormen de stadsmilitie van 1593, waar we onder leiding van prins Maurits de Spanjaarden hebben verdreven uit Geertruidenberg. Dit is de eerste keer. Hallo. Ja, en het is ook gelijk de grootste, hè? Ik ben 24 jaar oud. Ik studeer HBO bouwkunde in Utrecht. Ik loop nu momenteel mijn afstudeerstage, waar ik onderzoek doe naar polymerherstel, een houten rotherstel met epoxy techniek. Ja, wat ik zo mooi vind aan zo'n oude kapconstructie is echt gewoon het vakmanschap. Als je weet hoe dat toen de tijd de kapconstructie gemaakt is, hoe dat allemaal met de hand en met paard en wagens aangevoerd, ja, dat is gewoon vakwerk en dat kom je tegenwoordig niet meer tegen. Ik begin. Nou, het is makkelijk. Nee, speedy af. Ik heb vandaag nog lekker gewerkt aan mijn scriptie. Zou je het al klaar hebben of niet? Nou, het is bijna klaar. Oh. Dus volgende week nog even een gesprekje met mijn docent erover. Hoeveel minuten moet die? Doe maar drie. Drie. Maar hun was vroeger, de eerste keer was Loevestein. Ja. Voor de ridders waren ze alle twee gek op. Maar het waren toen een jaar of vijf of zo. Vijf, zes jaar, ja. En toen is toch eigenlijk bij hem de liefde ontstaan, bij de anderen ook. Maar dan gingen we naar de Bergse Batterij, Geertruidenberg eens kijken. En toen was hij helemaal verkocht een paar jaar geleden. Dus oude gebouwen, middeleeuwen, dat helemaal interessant vonden ze dat. Maar van kleins af aan eigenlijk. Op vakantie, dan gingen we altijd veel Ardennen. Daar hebben ze veel mooie kastelen en al. Want hij is nu af aan het studeren. Dan heb ik zoiets van, uw studie gaat voor, maar ja,
Hij kan niet zonder de Bergse batterij. Hij kan moeilijk nee zeggen. Ja, hij kan moeilijk nee zeggen. Maar ik vind het prachtig. En vooral het schieten. Dat vind ik mooi. Het blijft toch mooi, hè? Geschiedenis is helemaal niet voor oude mensen. Het is juist ook voor jonge mensen. Je kan het zo leuk maken als je zelf wil. Je kan het zelf uit gaan beelden als ridder zijnde of later als Tweede Wereldoorlog. Je kan het ook gewoon gaan mensen gaan laten zien. En juist verhalen vertellen van toen. En dan ga je het ook echt beleven en dan ga je het ook echt gewoon uitdragen naar de mensen toe. En dan hebben mensen iets van, ja, eigenlijk is geschiedenis niet oudbollig of wat je leest in een boek. Het kan ook echt gewoon tot leven komen. Het is, je merkt vooral zelf dat het niet lekker loopt en dan pak je het weer op en dan het publiek zelf ziet er vrij weinig van. Ja, nieuwe commandant, ja, het is voor hem ook allemaal nieuw, allemaal even wennen. En vooral met zo'n groot evenement wat je zelf organiseert, komt natuurlijk heel veel druk op zijn schouders te liggen. Waardoor hij af en toe een beetje slecht uit zijn woorden kan komen of net een klein beetje ontbreekt, waardoor het toch nog duidelijk te krijgen. En help hem gewoon bij. Oranje, buitenland! Oranje! Boven! Oranje! Boven! Oranje! Boven! Ram! Als je tegen hem! En het is gewoon een leerproces wat je moet doorlopen. En met z'n allen doen we daarin steunen. En dat pakken we met z'n allen eigenlijk heel goed op. En soms zeggen eigenlijk met z'n allen wel 10 keer hetzelfde of met z'n allen in één keer van Marco doe dit en dan denk ik, wacht even, één persoon tegelijk. Dus we willen echt wel met z'n allen helpen. Hé, hey, verrassingsaanval! Ik voel me zeker wel gesteund. Het kan ook niet anders, want het is wel leuk. Je bent de commandant, dus je moet aansturen. Maar zonder mijn mannen ben ik ook maar één persoon en kan ik ook niks. Wegwijzen! Meekomen! Het is heel gemoedelijk en heel sociaal. En, waar ik mijn problemen vind, mijn gaten vind, daar is altijd wel iemand die me kan steunen of die het even over kan nemen of die me er wat tips over kan geven. Het lost zichzelf altijd wel op. Links! 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 Goedenavond. Is het tijd voor koffie of niet? En nou niet meer. 8 uur, hè, bitte. Nou, zo'n beetje. Die verscouting is het. Wat ziet er netjes uit, heren? Nee, dat kan wel schilderen. Dat zou wel een heel uit. Het is altijd fijn dat de commandant tevreden is. Commandant, ik zei geen commandant. Ja. Waar waren we nou? Ik zei voorzitter. Ik ben nou voorzitter. Ik ben lid geworden op 1 april 2013. Af en toe heb je natuurlijk wel strubbelingen tussen nieuw en oud. Maar over het algemeen geven ze elkaar allemaal de kans. Ook de koffietijd is belangrijk. Ja. Ja, kijk, op een gegeven moment. De jeugd heeft de toekomst, zeggen ze altijd. Kijk, ik ben 81, dan kan er niet meer aan de gang blijven. Nou, de verbandrommels. Had je dat al gezien? Oh, die hangen netjes. Ook nog niet gezien. Hai. Top. Ja? Hoi. Maar geweldig. Het wordt wel wat, hè? Zeker. Zeker. Nou, dit is onze nieuwe batterijwagen. We hadden hiervoor een ouderwetse brandweerwagen, maar de kanon was eigenlijk te zwaar om daar nog goed mee vooruit te kunnen. En we hadden toch meer materieel dan we daarvoor hadden. Ik vind het belangrijk dat iedereen elkaar ook gewoon hoort. Dat iedereen zichzelf welkom voelt. Voornamelijk dat ze ons clubhuis binnenstappen en zeggen, zou ik wel lekker thuiskomen.
Dat mensen dat gevoel krijgen van ik voel me op mijn gemak, ik voel me thuis. Ik ben een recept aan het overschrijven over konijnenvlees in een zachte saus. Dan hebben we het in een historisch boekje en dan hoeven we het niet allemaal uit ons hoofd te leren. Heel veel mensen in deze groep die hebben mij zien opgroeien. En ik heb 4 jaar geleden is mijn vriend bij deze groep gekomen. Dus ik heb mijn vriend hierdoor ook leren kennen. En ja, dat doet toch wel veel. Ja, het is één grote familie. En ja, zo voelt het ook. Je komt binnen en het is van, hey Marco, leuk dat je er weer bent. En net kwam Edwin binnen en het is van, Edwin! Marco! Edwin! Marco! Edwin! Marco! Ja, het is gewoon, ja, een grote vriendengroep, familiegroep. Even vuur een beetje in de gaten houden. We moeten er eigenlijk alleen nog champignons snijden. Ja, maar dat moet fout. En dan misschien dat er ook nog mee gaan rondrijden. Ja? Ik wil gewoon een rondje rijden. Kom maar. Ja. Oh, daar gaat het gebeuren. Kijk, dat zijn de pieken waar we het over hadden. Ja, ik zag het al. En dan moet je voorstellen dat er vroeger dus gewoon 2.000-3.000 mensen mee stonden. En dat lijkt me wel heel gevaarlijk als dat op je valt. Het is ook heel gevaarlijk. Afgelopen vrijdag zijn we op de basisschool langs geweest hier in Geert-Huidenberg. En het een en ander aan de kinderen uitgelegd. En dan kom je een paar van die kinderen tegen uit die klas. Hé, jij was daar. Dus het is altijd heel leuk om, om dat toch te zien. Dat die kinderen toch nog opgelet hebben en zeggen van... Hé, dat was toch op die poster die je liet zien? Die pieken. Dan zeg ik, ja, dat klopt. Wij gaan dadelijk echt schieten, ja. Ja, wij gaan ook zo echt schieten. Ik wacht op de commandanten. Goeiedag, mevrouw. Hoe is het? Goed je weer te zien. Alles goed? Ja, goed. Met u? Prima, prima. Aan het genieten vandaag, hè? Zeker, heerlijk. Ja, geweldig. Ja. Ik ben zelf beschermvrouw van de Bergse Batterij en daar ben ik heel erg trots op. Want de Bergse Batterij zijn allemaal vrijwilligers die het verhaal vertellen van onze stad. Maar de Bergse Batterij laat dat letterlijk zien. Ze knappen affuiten op, zijn bezig met de kanonnen. Ze laten ook zien hoe het werkt om wapenveiligheid centraal te stellen op zo'n dag. Ja, dat hoort erbij, hè? Of dit zo leuk is. Ja, het is gewoon de knal die erbij vrijkomt. Dat maakt het toch zo toch spannend. En het is ook toch altijd indrukwekkend om de mensen te laten zien. Kanon geladen, gereed tot vuren. Als ik ze tegenkom, dan zie ik jong en oud samen in de kelder onder ons oude stadhuis. En ze zijn bezig met van alles en nog wat, maar ze steunen elkaar door dik en dun. En zie ik hun wel als een familie, als heel hecht. Ze vinden het leuk om met elkaar om te gaan. En ja, dat is volgens mij wat de gemeenschap maakt. Iedereen let op uw oren! Opgelet! Geef vuur! Ja, het is toch eigenlijk een beetje spelen met een big,
man's toys, om het zo maar te noemen. Dit is mijn eigen kanon. Dus, maar ja, de ene die rijdt een dure sportwagen en de andere die, ja, die rijdt en loopt rond met een kanon. Dus ja,